ben de oudste van 10 kinderen. Eerst 5 meisjes, dan 5 jongens. Best wel creatief van mijn ouders, vind ik zelf. Ja, ik was een heel gevoelig meisje. Hooggevoelig. Heel serieus. Ik keek echt op naar mijn ouders. Ik wilde ook heel graag worden zoals zij. En nou, ik had geen oudere broertjes of zusjes. Dus ja, dat was gewoon mijn voorbeeld. En zij namen me mee naar de kerk. Ik groeide op in een gereformeerd gezin. Best wel behoudend. Mijn ouders namen het ook echt en nemen het ook heel serieus. En ja, voor hun was het dus ook wel van heel groot belang om aan hun kinderen duidelijk te maken dat je echt moet geloven. Omdat zij ook geloven in een hemel en een hel. En er zijn wel bepaalde voorwaarden om in die hemel te komen. En ja, eigenlijk maar één voorwaarde. En dat is dat je in de Heer Jezus gelooft. Dat offer aan het kruis. Dus dat moesten wij ook allemaal geloven. En ja, dat offer is nodig. Omdat je zo slecht bent, zo zondig. Dus dat hebben mijn ouders ook echt geprobeerd om heel duidelijk te maken. En ook volgens de leer van de kerk. Dat werd in de kerk ook duidelijk gemaakt. Ze gingen al heel jong mee naar de kerk. Daar hoorde je dat ook. Ja, dat je zondig bent. Geneigd tot alle kwaad, staat er dan ook ergens in de Bijbel. En zelfs je beste werken zijn nog met zonde bevlekt. Dus best wel zwaar. Terwijl tegelijk ik me niet heel bezwaard heb gevoeld vroeger. Ik voelde me eigenlijk juist heel licht. En ook wel een soort triomfantelijk blij. Van, nou, maar ik zit wel gelukkig in het ware geloof. Ik zit wel in de goede kerk. Want dat, ja, dat werd ons dan ook wel geleerd. Want het is een ware leer. En dat is eigenlijk precies toevallig dit. Dus dat is fantastisch natuurlijk. Ook te weten van, nou, dus wij komen in de hemel. Ik voelde ook altijd wel druk en angst. Want ja, er was ook nog een duivel. En die ging wel rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kon verslinden. Zo stond dat dan in de Bijbel. En dat, als klein meisje wist ik dat ook gewoon al. Het was me blijkbaar verteld. Ik weet nog dat ik mij ontzettend bewust was van voortdurende strijd. In elk mens zit een God en een duivel. Of God of de duivel, niet allebei. Ja, misschien wel allebei, maar er is in elk geval eentje sterker. En ja, dus de bedoeling natuurlijk dat God is, de Heilige Geest. Maar er zijn ook wolven in schaapskleren. En dan lijkt het net alsof ze goed zijn, maar misschien zijn ze van binnen dat eigenlijk niet. Dat is best wel eng. Dus eigenlijk kwam het erop neer dat iedereen, ook mijn vader, mijn moeder, mijn broertjes, mijn zusje, ikzelf, kon eigenlijk stiekem toch zo'n wolf zijn. Tenminste, dat was de conclusie die ik had getrokken uit alle informatie die ik kreeg. En dat vond ik best wel eng. Eigenlijk heel erg doodeng ook. Want spelen met vriendinnetjes was altijd wel leuk en zo. Iemand uit de straat. Gewoon een zondig kind. Maar ja, dat was ook best wel eng. Want als zij vloekte, of al was het alleen maar jeetje. Dat is ook al best wel erg, want dat komt van Jezus. En mag je ook echt niet zomaar zeggen. Tenminste, ik mocht dat niet. Dus dan moest ik daar eigenlijk wel wat van zeggen. Want anders ging ik misschien mee met de duivel. En misschien was het een val van de duivel die eigenlijk hoopte dat ik dan ook voortaan jeetje zou zeggen. Dat was, kon het begin zijn van het einde. Dus ik was altijd vreselijk op mijn hoede en ik nam echt dingen enorm serieus. Mijn hele familie was van diezelfde kerk. En vrienden, familie, we gingen naar zo'n school. Alles was van die kerk. En er waren natuurlijk alleen de kinderen uit mijn straat. En die vond ik ook eigenlijk altijd een beetje wel eng. Leuk, interessant en eng. Ja, het is best wel apart. Want wat kan er nou eng zijn aan een kind? Maar ja, dat kon die duivel zijn die daar misschien wel in zat. Dus ja, nou raar. Maar de school, dat was van dezelfde kerk. En feestjes, verjaardagen en zo, dat werd dan gevierd. En dan kon je gewoon je klasgenootjes uitnodigen. Die waren ook allemaal van de kerk. Toen ik ouder werd, vanaf 12 jaar, kregen we catechisatie. Les uit de Bijbel, zeg maar, per leeftijdsgroep in de kerk.
werd dan gegeven door de, meestal door de dominee. En ja, die, dat waren gewoon je vrienden en vriendinnen. Gewoon je leeftijdsgroep van de kerk. Het was allemaal, iedereen was van de kerk in mijn omgeving. Alle familie ook, allemaal van dezelfde kerk. Dit is een gedichtje. Tenminste, dat zou het moeten zijn. Dat schreef ik toen ik 7 was. En dat was voor, om in een album te schrijven bij een klasgenootje of zo waarschijnlijk. Zo'n poëziealbum, poesiealbum. Wat geef je iemand mee waar ze dan later in het bejaardentehuis nog naar terug moeten kijken? Nou ja, dit. Weet je wat ik vreemd vind? Je zondigt. En toch ben je Gods kind. Maar het is toch fijn om Gods kind te zijn. Dat zit al heel veel, zit voor mij heel veel in. Ik vind het leuk dat dit ook bewaard is. Dat ik toch gelijk begin over dat zondigen. En dat je dan, dat is vreemd. En dat zware heb ik altijd gevoeld. Je zondigt en toch Gods kind. En dat is ook heel fijn. Het zware en het lichte. Ik heb het allebei altijd gevoeld. En vooral het lichte dan. Het zware realiseerde ik me pas achteraf. Ik heb het pas gevoeld nadat ik mezelf toestemming heb gegeven om te voelen. Hier ben ik trouwens ook 7 op deze foto. En het is de dag van mijn verjaardag. Daar zie je ook weer hoe religie met de paplepel werd ingegoten. Want ik heb een bijbeltje gehad, een kerktas. Nou, gelukkig ook rolschaatsen. Maar ja, bijbeltje, kerktas. Ik weet nog dat ik het een hele stomme tas vond. En het bijbeltje eigenlijk ook. Het is een beetje zonde van het cadeautje, dat weet ik nog. Van je. Ik wou liever iets leuks. En het was dan een cadeautje waar je echt ontzettend dankbaar voor moest acteren. Oh, dank u wel. Ik wou altijd al zo graag een bijbel. Maar het voelde ook wel fijn. Want ja, een 7 was blijkbaar de leeftijd dat je een bijbel kreeg. En dat voelde ook wel heel groot. Dan hoorde ik er ook wel bij. Ik had echt een eigen bijbel. Ja, ik kijk hier eigenlijk nooit meer in. Het voelt eigenlijk wel heel vertrouwd. Maar ook wel een beetje onwennig. Zo bizar dat dit boek vroeger voor mij heilig was. En nu denk ik van ja, goh. Ja, een boekje. Mijn ouders waren gewoon echt heel behoudend. En klasgenootjes hadden bijvoorbeeld vaak wel een tv. En die mochten dan ook wel met een broek aan naar de kerk. Sommigen. Ook niet allemaal. Maar ik mocht dat niet. Wij hadden ook geen tv. En ik mocht ook niet naar een café of naar een disco. Of de bioscoop mocht ook niet. Ik denk dat mijn ouders daar toen dan, die zijn inmiddels ook heel erg veranderd, maar die wisten daar toen ook heel weinig van. En vooral mijn moeder denk dat die best wel angst heeft gehad voor dat soort wereldse dingen. Ik weet nog dat ze zei van ja, de bioscoop, daar mag je niet naartoe. Dat draait alles om seks. Daar heb ik ook heel lang gedacht, dat alles daar om seks draait. En die paar films die dan niet over seks zouden gaan, nou, daar mocht je ook niet heen. Want als je daar geld aan gaf, dan betaalde je mee aan seksfilms. Ja, dat is gewoon helemaal niet waar. Maar ja, dat heeft mijn moeder ooit gedacht. En ze gaat inmiddels zelf gelukkig ook naar de bioscoop. Dus. Maar ja, we komen wel van ver eigenlijk, denk ik dan. Van heel ver. En ik merk ook dat angst heeft een grote rol gespeeld. Dat zie ik aan hoe serieus mijn ouders ons hebben opgevoed. Echt de angst dat we verloren zouden gaan. En ja, de enorme ijver waarmee ze al hun kinderen hebben geleerd. Dat offer van Jezus, dat is de sleutel natuurlijk. Als je dat aanneemt, als je zegt, ja, ik ben zondig. Dank u wel, ik geloof dat u ook voor mijn zonde bent gestorven. Nou ja, dan ben je eigenlijk gered. Maar dat gaf geen rust. Want als je het maar gelooft, ja, maar geloof ik het wel echt? Dat is wel gelijk wel weer angst. En ja, dat die wolf is schaapskleren. Je kan bedrogen worden door je eigen gedachten, je eigen gevoelens. En misschien hou ik mezelf wel voor de gek. En wordt mijn geweten alleen maar gesust, in slaap gesust. Zodat ik me niet meer druk maak en denk dat ik naar de hemel ga. Maar eigenlijk, ja, met het zicht op de hemel naar de hel ga. Dat was best wel beangstigend. Ja, als ik iets verkeerds had gedaan, dan... Ik wist met mijn verstand ergens wel van... Het offer van Jezus is groot genoeg, ook hiervoor. En het is in principe allemaal vergeven, maar... Er was ook nog zoiets als de zonde tegen de Heilige Geest. En ja, wat dat dan precies was, dat kon niemand me ook duidelijk vertellen. Maar dat was in elk geval, dat was iets onvergeeflijks. Als je dat had gedaan, dan kwam het ook nooit meer goed. Dan kon je het echt schudden. Dan kwam je er ook niet meer in bij God. En ik wist inmiddels dan wel dat dat wel te maken had met bewust zondigen. Dus ik weet ook nog dat ik dacht van...
Ja, een koekje. Ik had een koekje gestolen. En ik dacht, ja, ik wist van tevoren natuurlijk wel dat je dat niet mag doen. Dan heb ik het toch gedaan. Dus dat is wel een soort van bewust zondigen. Ja, best wel beklemmend, best wel beangstigend, vond ik dat. Want het gaat niet zomaar om de angst van ben je wel of niet goed bezig. Maar het is ook echt angst van... doodsangst is het. Het is echt doodsangst. Het is erger dan doodsangst zelfs. Van ga je naar de hel? En dat is een soort eeuwige doodsangst. Waar je voor altijd brandt. En dat stopt nooit. Je staat in de fik, maar het gaat nooit uit. En je gaat ook nooit verteren of zo. Het blijft voor altijd maar branden. Best wel magisch. Maar ook vooral heel erg pijnlijk leek me dat. En ja, angstaanjagend. Daar wilde ik niet terechtkomen. Dus ja, na dat stelen van een koekje, dan echt op mijn knieën 's avonds. En ja, de hele dag met God praten. Alsjeblieft, Heer Jezus. Alsjeblieft, God, wilt u mij vergeven? Dat kwam er steeds in me op. En ja, huilen. En Psalm 51, echt zo'n boetepsalm. Nou, die kende ik al als heel jong meisje uit mijn hoofd. Ik ben die slakken aan het zoeken. Dat deed ik ook heel veel. Veel alleen en altijd zocht ik dieren. Hommels, kikkers, slakken dus ook. Er was een buurman die strooide slakkengif. Dat vond ik heel erg. Daar vond ik vaak dode slakken. Dus zodra ik dat door had, ging ik met mijn driewielfietsje. Nou, hier zie je dat fietsje. En ging ik slakken halen uit zijn tuin. En al die slakken nam ik mee naar de tuin van mijn ouders. Die zullen daar vast wel heel blij mee geweest zijn. Maar die gingen vervolgens in onze eigen tuin wonen. En het waren echt mijn vriendjes. Ik hoopte echt dat er later in de hemel ook slakken zouden zijn. En andere dieren. Ik wilde niet dat de hemel zonder dieren zou zijn. En er was me al wel verteld, maar dieren hebben geen ziel. Dus ja, alleen je ziel, alleen mensen gaan naar de hemel of naar de hel. Het was op zich wel een geruststelling dat dieren dan waarschijnlijk ook niet naar de hel zouden gaan. Maar ik hoopte toch heel erg dat er dan speciaal voor de hemel ook dieren zouden zijn. Vroeger zat ik er helemaal in. En nu ben ik er helemaal uit. En dat is echt niet van de een op de andere dag gegaan. Het is echt een proces van jaren geweest. Want ik denk dat het eigenlijk begon op mijn 20ste, mijn 21ste. Ik was heel jong getrouwd. Eigenlijk gewoon met degene die dan ook verliefd op mij was. En ja, ik had niet geleerd om te... gedachten en gevoelens en zo, om daarop te letten. Dus ik had gewoon zoiets van, oké, hij wil met mij trouwen. Oké, dan is dat nu mijn taak, zeg maar. Dan ga ik dat doen. En of ik dat wilde, of ik hem leuk vond. Dat deed er niet echt heel veel toe. Maar ik was heel jong toen ik trouwde, 20. En het was echt geen goed huwelijk. We waren allebei veel te jong. En toen ik zwanger was, 3 maanden zwanger, ben ik weggevlucht bij hem. En ik kwam in een vrouwenopvanghuis terecht. En daar was ik echt helemaal alleen. Ik wilde scheiden. En ja, dat mocht niet. Dus ik had toen de kerk had ik tegen me. Want zij probeerden mij echt te bekeren. Ja, een oproep tot bekering deden ze steeds. Ik kwam ook onder de tucht te staan. Dan ben je geen lid meer van de kerk in volle rechten. Ik mocht niet meer naar het avondmaal. En ja, het waren gewoon allemaal manieren om mij terug te krijgen op dat pad waar ik hoorde. Maar ik wilde dat niet. Want het feit dat ik zwanger was, dat heeft voor mij echt een soort knop omgezet. Van dat ik me realiseerde, dit is niet de plek waar ik mijn kindje wil laten opgroeien. Dat ik dacht, nou, ik ga dus niet terug. Wat er gebeurt, gebeurt er, maar ik ga niet terug. En ja, dat zeg ik nu heel chill, heel stoer, maar dat was ik echt niet. Ik was echt als de dood. Ik dacht echt, nou ja, als het zo is dat dit niet de wil van God is, ja, dan ga ik dus verloren. Dan is dit de zonde tegen de Heilige Geest. Dan kan ik het wel shaken. Ik heb heel veel gebeden in die tijd. Ik was helemaal in paniek soms en helemaal alleen. En ook vanuit mijn familie, die natuurlijk ook die angst hebben van, oh, ons kind moet op tot de juiste pad blijven. Dus die gingen ook zeggen van, jij moet terug. Dan, we vinden het allemaal heel erg voor je wat er is gebeurd, maar dan is dit gewoon je kruis. Dat moet je op je nemen. En ja, God volgen, Jezus volgen, achter hem aan. En dat is terug. Je mag niet scheiden.
En ik had zoiets van, ja, maar jij zult niet echt breken. Oké, dat staat in de wet, maar ja, ik trok alles door wat er gebeurd was. En ik dacht, ja, maar gij zult niet doodslaan, staat ook in de wet. En ik had ineens zoiets van, er klopt iets niet. Want ik wil helemaal niet tegen de wet ingaan en tegen God ingaan. Ik wilde echt met alles dat in mij zat nog steeds bij God blijven. Toen ging ik nadenken. Echt de gedachten en de vragen kreeg ik die ik nooit had durven stellen vroeger op catechisatie. Maar ja, nu op de een of andere manier het gevoel van dat ik buiten de groep stond. En dat ik ja, stout was, volgens iedereen, in zonde leefde door niet terug te komen en door toch te gaan scheiden. Dat gaf mij ook vrijheid. Want ja, ik was dan toch al het zwarte schaap en ik had het eigenlijk toch al vreselijk verpest. Dus ja, dan kan je net zo goed ook die vragen stellen die altijd taboe waren. Want als ik zo'n vraag zou stellen, dan was ik dus geen goede christen. Want een goede christen stelt die vragen niet, die gelooft dat gewoon. En ik stelde wel die vragen van waarom mag een ouderling eigenlijk bepalen wat in mijn leven de wil van God is? Waarom bepaalt iemand anders dat? Ja, maar het staat in de Bijbel. Ja, maar hoe leg je die dan uit? En echt al die vragen van hoe weten we eigenlijk zeker dat wij dat op de juiste manier doen? En mijn klasgenoten van een andere kerk, die hadden dat thuis ook geleerd. Van ja, nee, maar dit is de juiste manier. En dat meisje uit jouw klas, wat zegt dat dat de juiste manier is? Ik. Die heeft het mis. Die is misleid. Haar ouders zijn misleid. En dan vroeg ik dat later van, nou ja, hè, dat leert zij ook. Dat wij fout zijn. Ja, dan moet je maar heel dankbaar zijn dat jij wel echt in het juiste gezin, in de juiste kerk geboren bent. En daar, ja, dat is eigenlijk helemaal geen antwoord. Dat is gewoon, daarna kan diezelfde vraag weer terugkomen. Maar dat stopte ik. Want als die vraag terugkwam, dan was het een teken dat ik niet genoeg geloofde. En toen ik echt in de shit zat, in dat vrouwenopvanghuis, nou, toen kwamen die vragen ineens wel. En toen realiseerde ik me van, daar heb ik helemaal geen antwoord op. Er klopt gewoon iets niet. Dit is gewoon niet eerlijk. En op de een of andere manier gaf het me een bepaalde boosheid ook. Ik dacht gewoon, verdorie, ik doe het gewoon, ik ga gewoon niet terug. Ze hebben helemaal geen spreekrecht. En dat was wat er toen veranderde in mijn leven. Het was een enorme verandering. Het begin van nog veel meer vrijheid en veranderingen die zouden komen. Maar daar begon het mee. Dat het kerkelijk gezag voor mij het gezag verloor. En dat ze gelijkwaardig werden voor mij. Ik dacht van ja, jullie hebben niks te vertellen over mij. En ik wilde nog wel dat God wat te vertellen had. Dat moest ik dan ja, toch weer in een kerk vinden. En ik heb het ook nog weer heel goed gehad in diezelfde kerk. Maar er was iets veranderd. Uiteindelijk ging alles me heel erg tegenstaan. Merkte ik van iedereen zegt dat hij weet wat God wil. En we weten het gewoon helemaal niet. We doen maar wat. En het ergste vond ik ook. Zodra mensen denken, oké, dit is het. Dan gaan ze anderen verplichten om dat dan ook allemaal te doen. Kom bij de club die het weet. En iedereen die niet doet wat wij vinden dat moet. Ja, die doet het niet goed. Eigenlijk kwam het daarop neer. Het was heel fijn om bij zo'n club te horen. En samen te weten van dat dit wel goed was. Maar het voelde gewoon zo niet goed dat tegelijk betekende dat al die andere mensen dan dus niet goed waren. Ik had net op iets te veel plekken gestaan inmiddels om dat niet meer te willen. Ik had overal, zag ik mensen met de beste bedoelingen en die echt oprecht wilden doen wat God van hen vroeg. Het ging heel geleidelijk aan en ik bleef ook steeds tegen iedereen zeggen in mijn omgeving van ja, maar ik geloof nog wel. Ik ga alleen niet meer naar de kerk. En ja, misschien is het tijdelijk, misschien ga ik later wel weer. Maar ik weet gewoon nu nog niet naar welke kerk ik moet. Dus ik zwakte het ook steeds af. Maar ik merkte van binnen wel van, ja, ik verdwijn gewoon. Ik geloof ook steeds minder. Ik ging het ook allemaal, of eigenlijk geloofde ik steeds meer. Het voelde helemaal niet alsof dat ik mijn geloof verloor. Maar mijn geloof veranderde. Het werd steeds groter. Ik ging me verdiepen in het boeddhisme. Echt in van alles. Ik ging gnostiek, esoterische boeken en ik ging het allemaal lezen. Ik heb een paar jaar gehad dat ik echt enorm veel las. Enorme honger. En alles vond ik mooi. Ik dacht, oh wauw, oh, dit kan ook. Oh, dit is mooi zeg. En dat. En alles was even, het was ook heel relativerend. Ik dacht van ja,
er is zoveel mogelijk. En uiteindelijk realiseerde ik me van, we weten het ook gewoon helemaal niet. Wie weet nou wat er na dit leven gaat gebeuren? Wat een waanzin om elkaar te vertellen, nou, er is een hemel, er is een hel, of er is een vage vuur, of weet ik veel wat je elkaar dan vertelt. Of ja, we blijven maar reïncarneren, we komen steeds weer terug. En daar dan zeker van te zijn en dat dan aan anderen gaan vertellen, ja, nee, maar ik weet nu hoe het zit. Dat weten we helemaal niet. Tenminste, dat is dan weer mijn overtuiging, dat je dat niet kunt weten. Waar ik het meeste last nog van heb, nu, tenminste dat denk ik, dat het is, dat mij geleerd werd dat je gedachten en je gevoelens, dat die er eigenlijk helemaal niet zo toe doen. En sterker nog, die kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Die kunnen je weghalen bij het allerbelangrijkste, bij God, bij die ware leer dan ook. Dus het ging erom dat je gewoon eigenlijk gehoorzaamde, volgde. Dat je deed wat er in de Bijbel staat. En dat was de waarheid. En wat je dacht, wat je voelde, dat was niet de waarheid. Ik heb een catechisatie, heeft de dominee een keer gezegd. Dat vond ik ontzettend beangstigend. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt. Want denk erom, het kan zijn dat we een keer op een begrafenis staan bij iemand en dat we allemaal zien dat de dode opstaat en dat hij dan zegt van, nou, de hemel bestaat gewoon niet. En hij zei dan gebeurt dat niet, want wij weten, het gaat erom wat je weet, wat er in de Bijbel staat, we weten als iemand sterft dat hij dan naar de hemel gaat. Dat we allemaal goed onthouden dat de duivel ook een groepshallucinatie kan geven, dat iedereen denkt van, nou, maar dit klopt helemaal niet met wat in de Bijbel staat, maar we zien het toch gebeuren. Als dat gebeurt, dat doet de duivel. Er zijn heel veel mensen die gaan bij de kerk weg en die hebben nergens last van. Er zijn ook mensen, juist de mensen die er heel serieus mee bezig waren of die heel gevoelig zijn, die hebben daar vaak veel meer last van. En dat wordt ook wel religieus traumasyndroom genoemd. Dat is een naam voor de verzameling klachten, lichamelijk en psychisch, die mensen kunnen hebben als ze uit het geloof gestapt zijn. Angst voor vreemde geluiden bijvoorbeeld, angst om naar de hel te gaan nog altijd, angst voor veroordeling. Er zitten hele diepe angsten vaak die mensen, ook als ze er al jaren uit zijn, nog steeds voelen en waar ze niet los van kunnen komen. In mijn lijf zit nog wel angst en daar ben ik pas nog voor in traumatherapie geweest en dat heeft me echt enorm opgelucht. Dat had te maken met de angst voor de laatste bazuin. Dat was, ja, dat zou voorafgaan aan de komst van Jezus op de wolken. Die dan terug zou komen om te oordelen. De levenden en de doden. En het laatste oordeel, en ja, dan was er ook geen escape meer. Op dat moment ging je of naar de hemel of naar de hel. En ja, waar je dan op dat moment je bevond, dat bepaalde God dan natuurlijk. Maar als ik dan als kind aan het spelen was in de brandgang, dus 3-4 jaar. En ik hoorde een geluid waarvan ik dacht, wat is dat? Dan gelijk die angst van, oh, de laatste bazuin. Als het maar niet de laatste bazuin is. En gelijk dat koekje wat ik gestolen heb. Ik had een grote mond, ik heb niet geluisterd. En gelijk al die dingen. En geloof ik wel echt, de angst. En dat ik ook op mijn knieën in de brandgang gewoon, oh Heere God, alsjeblieft. Zo van, misschien heb ik nog een paar seconden. En dan kan ik nog gauw om vergeving vragen. En dan kom ik misschien alsnog net in de hemel. Maar misschien ook niet. Misschien telt het al niet meer. Omdat Jezus al onderweg was. Dat wist ik niet. Maar die angst was er zo vaak als kind. En dat heb ik dus... Dus voordat ik die traumatherapie had gedaan, had ik dat nog steeds in mijn lijf zitten. Als ik een geluid hoorde wat ik niet thuis kon brengen, dan die reactie van... Ik was echt geen haar op mijn hoofd die dacht, oh, dat kon de laatste bazuin wel eens zijn. Want ik geloof niet dat er ooit een laatste bazuin gaat klinken nog. Maar... mijn lijf reageert nog net als toen. En dat zit er heel erg in. En dat hoor ik ook van anderen met wie ik erover praat. Dat het echt het gevoel van, je bent getraumatiseerd. Die angst is zo heftig en zo diep. En het is erger dan doodsangst. Want doodsangst zou de ergste angst zijn die een mens heeft. Maar eeuwige doodsangst, wat mij betreft, is dat nog erger. En
ja, dat wordt ook beaamd door mensen die ik daarover spreek, die dat ook meegemaakt hebben, die ook zeggen, ja, je kunt het niet uitleggen. Mensen die het niet kennen, die snappen het niet. En die hebben zoiets van, ja, het is maar een verhaal, weet je. Ja, je hoeft dat niet te geloven. Je gelooft het nou toch niet meer, dus. Maar zo, het is geen jas die je uittrekt, hè. Het is iets, het is niet iets wat om je heen zat, van je omgeving tot je kwam. Het is iets wat in je is. In je zat. Je identiteit werd erdoor bepaald. Je wereldbeeld, je mensbeeld. Alles werd bepaald door dat geloof. En dat laat je dus ook niet zomaar weg. Dat los, dat zit echt in alles. In je hele systeem. In elke vezel, zeg maar. In alle cellen. Het is echt je blauwdruk. Voor mij is het echt winst om wel in contact te staan met gedachten en gevoelens vooral ook. Omdat het echt een rijkdom, een enorme wereld die voor me openging. En die eerst heel beangstigend was. Omdat, ja, mijn gevoelens, zodra ik daarna ging luisteren, en dat was in eerste instantie in de tijd van mijn scheiding begon dat, ben ik bij een therapeut terechtgekomen. Het was eigenlijk nog omdat de kerk dat zo graag wilde, want die therapeut moest mij, ik was niet helemaal goed en ik had waarschijnlijk een depressie of zo, dacht iedereen dat ik zwanger was, dus het zal wel een prenatale depressie zijn. En er was van alles met mij mis. Maar die therapeut die zou mij dan wel vertellen dat ik dus weer terug moest gaan. Die zou al mij werken zodat ik weer terug kon. Maar ja, dat was natuurlijk helemaal niet mijn insteek. Dat is ook nooit gebeurd. Maar die therapeut leerde mij wel heel veel. Die leerde mij bijvoorbeeld dus dat ik helemaal niet, dat ik helemaal niet in mijn eigen kracht stond. Ik wist niet wat ik wilde, wat ik voelde, wat ik nodig had. Ja, ik wist alleen maar wat er in de Bijbel stond, zeg maar. Maar ja, daar koop je niet zoveel voor eigenlijk. Naar mezelf luisteren en mijn pijn leren kennen. En mijn boosheid en eigenlijk daardoor ook mijn grenzen leren aangeven. Dat heeft me veel meer geholpen om een gezond mens te worden die anderen respecteert. En ja, en zichzelf natuurlijk ook. Daar begint het mee. Je moest je naaste lief hebben als jezelf, beminnen. Maar het kwam niet van binnenuit. Dat was te moeilijk. Dat kon ik ook helemaal niet. Ik kon mezelf niet eens beminnen. En nu kan ik wel beminnen. Mezelf. En ja, ook de ander. Het is nu veel makkelijker. Niemand hoeft tegen mij te zeggen, heb je naaste lief? Dat gaat vanzelf. Ik heb mezelf lief. Ik heb het leven lief. Ik heb, ja, de bron van het leven lief. Misschien is dat God, maar misschien ook wel niet. Dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar ik zeg er ja tegen. Dat is eigenlijk makkelijk.